Dag kijkers en luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van TBN Yipide. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Het zijn een aantal donateurs die het wederom mogelijk hebben gemaakt dat we een aantal personen, aantal gezinnen blij kunnen maken. We bedanken mevrouw Sharda Nageser en gezin uit Rotterdam, Nederland, die zakken rijst heeft gedoneerd. Wij feliciteren ook mevrouw Sharda Nageser omdat ze 50 jaar oud is geworden op 6 juli. Mevrouw Nageser en gezin, bedankt voor uw donatie en nogmaals de felicitaties. Wij bedanken ook Julven Groep die er zakken rijst heeft gedoneerd. En wij bedanken Julven Groep niet alleen voor de donatie, maar ook voor de hechte samenwerking die ze hebben met Stichting TBN Yipide. Wij bedanken verder mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati. Zij hebben levensmiddelenpakketten en rijst gedoneerd. En mevrouw Asha Jumrati die doneert ter ere van haar overleden man Gula Mohammed Jumrati. Ja, nogmaals, mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati die doneren ter ere van de heer Gula Mohammed Jumrati. En dat zijn er dan levensmiddelenpakketten en rijst. Wij bedanken verder mevrouw Natasha en haar kinderen, want zij hebben eveneens levensmiddelenpakketten gedoneerd. En het gaat hier om mevrouw Natasha en kinderen, mevrouw Chanelle, mevrouw Jennifer en kinderen uit Nederland. Bedankt allemaal voor uw donatie. Wij bedanken verder de heer R.M. Hij wenst er anoniem te blijven. En meneer R.M. die heeft geluisterd naar ons hulproep of hulpgeroep naar mevrouw Mahadei. Want mevrouw Mahadei die is er gekluisterd aan haar bed na een aanval. Ja, ze is verlamd. En deze mevrouw die woont er onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Er ontbrak zelf een ventilator. De vorige keren toen we er allemaal zijn geweest, moesten ze dat steeds hebben moeten doen met een stukje karton om wind te waaien. En nu met de enorme warme dagen komt een fan dus heel goed te pas. We bedanken hierbij de anonieme donateur, de persoon RM, voor uw ventilator. Wij bedanken nogmaals marktmeester Gautam Dhanai. Wij wensen hem ook een hele fijne vakantie toe. Hij moest er een beetje eruit, want hij is een harde werker. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat we toch wat boulanger, toch wat groenten hebben kunnen krijgen om wat gezinnen te kunnen voorzien in deze. Dus we bedanken ook de marktmeester die ondanks de verre afstand de mensen hier in Suriname toch niet vergeet. Heel veel kijkplezier. Wij doneren ook aan oma Sabayo namens mevrouw Natasha en kinderen. En dat zijn dan mevrouw Chanelle en mevrouw Jennifer en kinderen. En zij krijgen dan, oma Sabayo krijgt er dan een levensmiddelenpakket met nog alles en nog wat erin, die ze allemaal heel goed kan gebruiken. En van mevrouw Sharda Nageser en gezin uit Rotterdam, Nederland, 1 zak rijst van 10 kilo. En dat is dan de Inidia rijst die u daar ziet. En dat is dan in verband met haar 50ste verjaardag op 6 juli. Mevrouw Sharda Nageser, die wordt er van harte gefeliciteerd. En we wensen haar het allerbeste toe in haar verdere leven. En bedanken haar ook voor de donatie. We hebben donatie van meneer Suruj Prasad Hira uit Den Haag, Nederland. En die doneert ter ere van mevrouw Bidyawati Hira Bihari. Ja, de heer Suruj Prasad Hira uit Den Haag, Nederland. Die doneert namens zijn echtgenote, mevrouw Bidyawati Hira Bihari, die niet meer in ons midden is. En deze meneer doneert dan een enveloppe met 1000 SRD. En van mevrouw Dhanmati Somai Binda, die op 30 juni 73 jaar is geworden.
mevrouw Dhanmati Somai Binda, 30 juni, 73 jaar, een enveloppe met 400 SAD. Alsjeblieft, oma Sabayo, ik ben aan tegen de donateur van Sani. Ja, ik ben bedankt. Ik ben aan de abi. Ik ben bedankt. Toch, de praxeer van oorvolk me, maar ik ben bedankt de sofara, dan de ching, alles maar, ik ben bedankt. En God zal ook de almachtig vader. Ik heb wel een beetje een beetje een beetje een en zo me bedankt den de somadisi me bedankt den zolang ik de oor somabong de gotamoro langa tapagro tapo disi bekate je libi bong je kis krakti je kis kosont je gado e soju na pasifaju mu waka ago gi u weis heit ja. Zo, we bedanken alle goeden zoals die ze. Zoals het persoon hier aan. Hier, adres Den Haag, Nederland. Bedankt hoor, bedankt. God bless u allemaal. Goed oma, ja. Wij zijn ook blij, ja. We zijn ook, ja, dat is, ja, dat is dan mevrouw Dhanmati Somai Binda, van wie u dan ook een enveloppe hebt gehad. We bedanken u, we zijn blij u te zien en zeggen graag tot de volgende keer, ja. Heer Romeo, u krijgt er van mevrouw Natasha en kinderen uit Nederland. En dat is dan mevrouw Chanella en mevrouw Jennifer en kinderen. U krijgt van hun een levensmiddelenpakket met van alles en nog wat zaken die u dit allemaal heel goed kunt gebruiken. En van mevrouw Sherida Negesser en gezin uit Rotterdam, Nederland, krijgt u een zak rijs van 10 kilo. Omdat mevrouw Sherida Negesser 50 jaar is geworden op 6 juli. Dat zijn dan die zaken die u daar aantreft. Van de heer Defano Weerwind uit Zeist, Nederland. Ja, Defano Weerwind uit Zeist, Nederland. Een enveloppe met 1000 SRD, alstublieft. En van mevrouw Dhanmati Somai Binda. Ja, mevrouw Dhanmati Somai Binda. 30 juni is ze 73 jaar geworden. Een enveloppe met 400 SAD. Alsjeblieft, wil u wat zeggen aan de donateurs? Zeker, ik wil ze hartelijk danken voor alles. In zo'n harde tijd, maar toch proberen ze ons te ondersteunen. Wij die een beperking hebben. Dus ja, en God zegen. God zal ze echt zegenen met wat ze proberen te doen voor de armen, laten we het zo zeggen, of de mensen met een beperking. Dank u wel. Wij doneren ook aan mevrouw Mina Sharu, maar op het moment dat wij hier aankloppen, is de mevrouw er niet thuis. Maar omdat wij weten haar leef- en woonsituatie. En het is een mevrouw die het allemaal hard nodig heeft. Laten we de spullen voor haar. De dochter, die is er hier. Maar ze willen niet in beeld vanwege privacy redenen. En dat respecteren we. Maar het is ook niet de eerste keer dat we doneren aan mevrouw Mina. Dus vandaar dat we dan weten dat dit allemaal in goede handen is. En zo krijgt mevrouw Mina van mevrouw Sharda Negesser en gezin uit Nederland Rotterdam een grote zak rijst van 10 kilo voor haar 50ste verjaardag op 6 juli. En dat is dan namens mevrouw Sharda Negesser en gezin uit Rotterdam, Nederland. En van mevrouw Natasha en kinderen. En dat zijn dan de kinderen mevrouw Chanelle en mevrouw Chanelle en mevrouw Jennifer en kinderen. Krijgt ze dan een levensmiddelenpakket met nog van alles en wat. En mevrouw Charu, die krijgt er ook nog een extra pakket van mevrouw Indra Sugrim uit Ocean Park.
New York, de Verenigde Staten. Ik zei het al, de dochter die wil niet in beeld, maar wij overhandigen wel de enveloppes aan haar. En dat is dan van meneer Hira Suruj Persat uit Den Haag, Nederland. Die doneert ter ere van mevrouw Bidyawati Hira Bihari. Mevrouw Bidyawati Hira Bihari is een jaar overleden. En de heer Suruj Persat Hira uit Den Haag, Nederland, geeft dus aan uw moeder, mevrouw Mina, 1000 SAD. En hier is er een enveloppe van mevrouw Dhanmati Somai Binda, die op 30 juni 73 jaar is geworden. Wilt u wat zeggen namens uw moeder aan de donateurs? Ik zou willen zeggen namens mijn moeder, hartelijk dank aan al de donateurs. Maar ook aan deze heer die vaker hier langskomt. Ook aan degene die filmt. En natuurlijk zijn we allemaal blij. En wensen u allen een godszegen. Dat de heer u altijd mag zegenen om elke keer ook andere mensen op zo'n wijze te, ja, blij te maken. Dank u. Dank u wel. Wij doneren ook aan de bejaarde mevrouw Binda. Mevrouw Binda ziet er misschien met haar zwarte haren er jong uit. Maar het is een mevrouw met een gerespecteerde leeftijd van 80 plus. 84, ja. Ja, op weg naar 85, zegt ze. En zij heeft ook nog de zorg over een kleinkind, welke nu dan op school zit. En zo krijgt ze namens mevrouw Natasha en kinderen uit Nederland. En dat zijn dan mevrouw Chanelle en mevrouw Jennifer en kinderen. Dat is dan deze twee pakketten die ze dan krijgt met levensmiddelen en van alles en nog wat. En van mevrouw Sharda Negeser en gezin uit Rotterdam, Nederland. Ja, Sharda Negeser en gezin uit Rotterdam, Nederland. Omdat mevrouw Sharda 50 jaar wordt op 6 juli. Zij wordt er gefeliciteerd door TBN Yepide. We bedanken ook haar voor het feit dat ze dan via ons de donatie doet. En dat is dan deze zak rijst. Van Suruj Persat Hira uit Den Haag, Nederland, die doneert namens zijn echtgenote, mevrouw Bidyawati Hira Bihari. Deze mevrouw, die is er niet in ons midden, maar ter ere van haar doneert meneer Suruj Persat Hira een bedrag van 1000 SAD aan mevrouw Binda. En van Rinesh en Warsha ook een enveloppe voor mevrouw Binda. Kusmate bole, mevrouw Binda? Ja, allemaal feliciteit voor jou. Ja, bedankt voor allemaal hoor. Is goed, dankjewel. We doneren ook aan mevrouw Betsy, die niet ziet. Mevrouw Betsy is blind. En mevrouw Betsy, die krijgt er namens mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati. Ja, mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati uit Nederland. Zij doneren ter ere van mevrouw Asha Jumrati, die doneert ter ere van haar man Gula Mohammed Jumrati. Ja, dus nogmaals, mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati, die doneren een levensmiddelenpakket. En dat is dan de zak daar met levensmiddelen en de kleine zak rijst. En zij, mevrouw Asha Jumrati, doneert ter ere van haar man Gula Mohammed Jumrati. Verder hebben we dan van mevrouw Indra Sugrim uit Ocean Park, New York, de Verenigde Staten. Dat is dan deze tas met levensmiddelen en verbruiksartikelen. En van mevrouw Sharda Negeser, die 50 jaar is geworden, hebben wij dan een grote zak rijst. Omdat dit gezin bestaat uit meerdere mensen, hebben wij ze nog een zak rijst bijgegeven. Verder krijgt mevrouw Betsy van de heer Suruj Persat Hira uit Den Haag, Nederland. Deze meneer doneert ter ere van mevrouw Bidyawati Hira Bihari. Ja, mevrouw Bidyawati Hira Bihari. En de heer Hira Suruj Persat doneert dan 1000 SAD aan mevrouw Betsy. Ja, mevrouw Betsy. Ja, even.
En van mevrouw Dhanmati Somai Binda. Op 30 juni is zij 73 jaar geworden. Krijgt u ook een enveloppe. En dan mag u nu pas bedanken. Nu heel hartelijk bedankt voor iedereen die heeft me gesteund. En nog heel hartelijk bedankt. Ik kan niet zien, maar ik kan wel praten. Ja, nee, dat zien we. En u heeft een krachtige stem. Ja, u heeft een hele luide stem en u bent duidelijk verstaanbaar, mevrouw Betsy. Ja. Oké, is goed. Dank u wel. Wij doneren ook aan mevrouw Dhanaraji. En mevrouw Dhanaraji krijgt er een van de pakketten van mevrouw Natasha en kinderen. En het gaat in deze om mevrouw Chanelle en mevrouw Jennifer en kinderen. En dat is dan de gele en ook nog de zwarte plastic tas. Dat zijn dan de donaties bestaande uit levensmiddelen en allerhande artikelen welke ze kan gebruiken. En er is een grote zak rijst van Julfen. En we bedanken ook de directie van Julfen voor deze donatie. Van Hira Suruj Persat uit Den Haag, Nederland. Hij doneert namens zijn echtgenote, mevrouw Bidyawati Hira Bihari. En dat is dan nogmaals namens Hira Suruj Persat. Ter ere van mevrouw Bidyawati Hira Bihari. Een enveloppe met 1000 SRD. En Rinesh en Warsha, op gaat met huis, heb ik een envelop. Kus mate bolle, donateurske. सबको एक इसने झोली भला रहेगा इसने गरीब लोग का लोग सबके देवे और तो हूँ लोग के और तो फ़ायारी ना के और का फ़ायारी ना 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 जब बहुत धन्यवाद कर उनका झोली भला रहे De donateurs worden van harte bedankt voor alle donaties die ze hebben gegeven. Dat alles van hun rijkelijk gevuld en gezegend mag zijn, zegt deze mevrouw. En nogmaals laat ze uit haar hart van harte bedanken voor alles dat ze heeft gehad aan donaties. Mevrouw Sandra en gezin, u krijgt van mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati dit levensmiddelenpakket en ook nog een zak rijst van 5 kilo. En dat is dan van nogmaals mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati uit Nederland. En zij doneren ter ere van meneer Gula Mohammed Jumrati. Dat is de man geweest van mevrouw Asha Jumrati. Dat is dan deze donatie hier. Omdat u er een gezin hebt, krijgt u een grotere zak rijst ook erbij. En dat is dan van Julfen Groep, de directie van Julfen. En namens mevrouw Indra Sugrim uit Ocean Park, New York, de Verenigde Staten, krijgt u dan ook nog een extra pakket met levensmiddelen en andere verbruiksartikelen. Van de heer Hira Suruj Persat uit Den Haag, Nederland. Hij doneert namens zijn wijlen echtgenote, mevrouw Bidyawati Hira Bihari. Deze mevrouw is een jaar overleden. En meneer Hira Suruj Persat die stuurt voor u een donatie van 1000 SRD, alstublieft. En namens Rinesh en Warsha, ja, Rinesh en Warsha, krijgt u ook een enveloppe. Wilt u wat zeggen aan de donateurs? Ja, ik zou de donateurs van hartelijk bedankt willen zeggen en mogen God hun wensen in vervulling brengen. En ik wens hun de rijkste zegen toe. Ja. Heel mooi gezegd. Mevrouw Sandra, dank u wel. Ja? U kijkt er nog steeds naar TPN Yipide, het programma waar de grote hand, de kleine hand helpt in de gemeenschap. En wij doneren ook aan mevrouw Norton. En zoals u ziet, naast mevrouw Norton heeft u er een rolstoel. Omdat mevrouw Norton de zorg heeft over haar hoogbejaarde moeder. Een zieke mevrouw die bedlegerig is. En zo hebben we dan gemeend om deze mevrouw ook te helpen met de donaties die ze hebben gehad. U ziet het, de leefsituatie van deze familie. Dat is ook zeer erbarmelijk. Het huis lekt, neem ik aan, mevrouw Norton. Het hele huis, ja. Het hele huis lekt, jawel. En ik zoek naar iemand die me kan helpen om het dak en plafond voor me te maken. Ja, ja.
Ja. Nou, het is een hele harde tijd. En we kijken en hopen dat mensen die het zien, dan u kunnen helpen. En wanneer ze dan ons vragen hoe ze in contact met u kunnen treden, dat is dan de Djompofutustraat, hè? Nummer 1. Ja, nummer 1. Ja. Nou, dan gaan we naar de donaties. Ja. En zo doneren wij dan aan, dan krijgt u, mevrouw Norton, u krijgt er donaties van Julfen Group, dat is dan een bedrijf aan de Quattaweg. Ja. Van hun krijgt u een grote zak rijst, zoals u daar ziet. U hebt om pampers gevraagd voor uw moeder. Ja. En u krijgt er ook plastic leggers, ja, zoals ze dat noemen. Dat kunt u daarop uw moeder leggen en dan verwisselen. Dat krijgt u van mevrouw Indra Sugrim uit Ozone Park, New York, de Verenigde Staten. En u krijgt ook nog een pakket aan levensmiddelen. En die komt er dan van een mevrouw uit Nederland die dit dan samen doneert met haar dochters. En dat zijn dan mevrouw Chanelle en mevrouw Chanelle en mevrouw Jennifer en haar kinderen. Dat is dan deze donatie. Dus moeder en dochters uit Nederland doneren dat voor u. U krijgt er verder van de heer Suruj Prasad Hira uit Den Haag, Nederland. Hij doneert ter ere van zijn echtgenote, mevrouw Bidyawati Hira Bihari. En u krijgt van meneer Suruj Prasad Hira 1000 SAD, alstublieft. En van de heer Rinesh en mevrouw Warsha krijgt u ook een enveloppe, alstublieft. Wil u wat zeggen aan alle donateurs? Ik bedank die twee mensen die het hebben gestuurd, die enveloppe hebben gestuurd. Ik bedank ze hartelijk. En God zegent u. Ja. Ik hoop dat, dat jullie me verder kunnen helpen. Want ik heb het heel moeilijk. Heel moeilijk ook. Ja. En, die pakketten. En ik bedank al die mensen die die pakketten hebben gedoneerd. Reis, pampers ook. En, ik ben u dankbaar. Heel zeer dankbaar. God gaat u zegenen. Ook de donaties van de verschillende donateurs geven wij aan Aji Jugun, die er in december dit jaar 95 jaar wordt. Dus als alles goed zit, dan wordt ze er 95 jaar en dat is een zeer gezegende leeftijd. Aji, jun ipaket nyarakal nyanitje, ipat huis palwaar Mina Lal Mohammed, ar mevrouw Asha Jumrati. Ter ere van Gula Mohammed Jumrati, Palwar Lal Mohammed en Palwar Jumrati, doneer kereba i-pakket. Jun i-pakket he aji, i-pathail ek dusar palwar, apa naam na mange, ma deel se pathail apkhatin, cha. Aur nyape he, apkhat ek envelop, ek mevrouw pathais, apa naam na mange he, ma deel se pathail, ek envelop met 500 SRD, alstublieft. Ar Palwar Hira Suruj Prasad, Nederland, Den Haag. Ter ere van mevrouw Bidyawati Hira Bihari. Ik bedrag van 1000 SRD, alstublieft. Kusmate bola aji? Acha beta, bahut dhanbaad hai. Je pethai se larkan ke. Bahut dhan daulat, sab chiz badhanti hoi. Baal bachchan sukhi se rahe. Aapau log jete hamar paache koshish karo beta. Tuhon log dhan daulat badhanti karo. Bhagwan sukhi rakhe. और बाल बच्चन के सबके धन दौलत बढ़ती हो भगवान करे सुखी रहो बेटा धन्यवाद वे डोनेरन ook aan Atisha en Atisha die krijgt er van mevrouw Sharda Nageser en gezin uit Rotterdam Nederland een zak rijst van 10 kilo. Mevrouw Sharda Nageser is jarig. Op 6 juli is ze 50 jaar geworden en heeft gemeend om in dat kader dan te doneren. En ze doneert dan een grote zak rijst van 10 kilo. Er is verder een donatie van mevrouw Natasha en haar kinderen. En dit is dan mevrouw Natasha uit Nederland. De kinderen zijn mevrouw Chanelle en mevrouw Jennifer en kinderen. En dat is dan levensmiddelenpakket hier. En er is een gele plastic zak daar. Dat zijn dan groenten. Welke dan komt van marktmeester Gautam Dhanai. En voor de mensen moet ik dan even benadrukken. U ziet er altijd van die grote groentenpakketten.
Maar meneer Danai is er thans uitlandig. Dus dit halen we dan af voorlopig. Dan bij de mensen zelf. Maar we zijn de Markventers dankbaar dat we ook tenminste dat kunnen doneren. Van Divano Weerwind uit Zeist, Nederland. En de heer Divano Weerwind die heeft ons vooral gevraagd om te doneren aan mensen in een rolstoel of zij die ziek zijn. En meneer Divano Weerwind uit Zeist, Nederland stuurt dan ook een enveloppe voor Atisha en mevrouw Dhanmati Somai Binda die op 30 juni 73 jaar is geworden. Zij doneert een enveloppe met 400 SRD. Kusmate bolle, sap koeike. Iedereen dank je wel. Kijkers en luisteraars, wij zijn er ook bij mevrouw Mahadee. En in onze vorige aflevering hadden we een oproep gedaan aan die samenleving om mevrouw Mahadee te helpen aan een ventilator. En dat hebben we dan ook als donatie gehad, een nieuwe ventilator. Want mevrouw Mahadee, die is er bedlegerig, moet wanneer het heel erg warm is waaien met een stukje karton. En dat konden we dus niet aanzien en hebben toen aan die samenleving gevraagd om haar te ondersteunen. En de anonieme donateur, de initialen zijn RM, deze persoon, die heeft het dan gedoneerd. En we bedanken deze persoon dan ook van harte. En u ziet het, uw ventilator is dan goed aangekomen bij mevrouw Mahadee. En ik hoop dat ze het allemaal heel goed kan gebruiken. Van mevrouw Natasha en haar kinderen uit Nederland. Ook een levensmiddelenpakket. En het gaat hierin om mevrouw Chanelle en mevrouw Jennifer en kinderen. Dat is dan deze levensmiddelenpakket. Verder nog meer zaken hier. Dat is dan van mevrouw Natasha en kinderen voor mevrouw Mahadee uit Nederland. Dan hebben we een zak rijst, omdat het hier gaat om een gezin met meerdere personen. Heeft mevrouw Sharda Nagisser en gezin uit Rotterdam, Nederland. Dan ook een grote zak rijst gestuurd van 10 kilo. Mevrouw Sharda Nagisser is jarig geweest op 6 juli. Ze is 50 jaar geworden. Er is op naam van mevrouw Mahadee dan ook twee enveloppes gekomen. De eerste is van de heer Gisai, de heer en mevrouw Gisai Dube L. Ja, de heer en mevrouw Gisai Dube L van de commissaris Weitingweg. Die hebben dan een enveloppe gestuurd met 500 SRD. En dan gaat het kleinkind dat in ontvangst nemen. En er is verder van een anonieme donateur van de Gambastraat. Ja, een anonieme donateur van de Gambastraat voor mevrouw Mahadee, klein meisje. Ja, oma heeft beroerte, staat hierop. En moeder is ook ziek van dit meisje. Zij hebben dan ook een enveloppe gestuurd. En dat is dan een enveloppe met 1000 SRD. Dat is dan ook voor mevrouw Mahadee. Verder hebben wij ook groenten van wat Markventers. Omdat marktmeester Gautam Danai er thans uitlandig is, hebben we dus dan ook wat groenten gehad van wat marktventers, die we dan ook van harte bedanken. U ziet er dus wat aantal donaties hier, maar waarvoor wij heel erg dankbaar zijn. Dat is dan de ventilator voor mevrouw Mahadee. En we gaan dan mevrouw Mahadee vragen, als we het even opschuiven. Kusmate bolle, mevrouw Mahadee. Ah, sabke bahut dhanbaad hai beta. Je je me steun karis is op je bouwt hier deze maar dan bad je fan deze bouwt bouwt dan bad hij ga je de steun deze sap je bouwt je bouwt ze maar dan bad hij bouwt bouwt dan bad hij ga kakari hem. En we willen dan de anonieme donateur dan ook wijzen dat we hebben hebben aangemaakt en dat het allemaal dus nieuw is en heel goed werkt. En mevrouw Mahadee, die is er dus dan ook heel erg dankbaar dat zij dus nu op deze manier dan ook wat koele bries krijgt. Nogmaals bedankt RM voor uw donatie
We zijn u zeer erkentelijk, zeer dankbaar dat u toch deze mevrouw op deze manier hebt willen helpen. Wij doneren ook aan meneer Mahinder. En meneer Mahinder die krijgt er dan een van de pakketten van mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati. Mevrouw Asha Jumrati geeft het namens haar man ter ere van Gula Mohammed Jumrati. Dat is dan levensmiddelen en ook nog een zak rijst. Verder hebben wij ook nog groenten vanuit de centrale markt. En we hebben er dan ook twee enveloppes. De eerste die is van meneer Divano Weerwind uit Zeist, Nederland. Ja, meneer Divano Weerwind uit Zeist, Nederland. En meneer Divano die heeft ons vooral gevraagd om het te geven aan mensen in een rolstoel of mensen met een amputatie. En dat is dan ook het geval bij meneer Mahinder. Verder hebben wij van een anonieme mevrouw, die het ons ook heeft gevraagd aan mensen te geven die vanwege gezondheidsredenen het moeilijk hebben. En zo krijgt meneer Mahinder dan ook een enveloppe van deze mevrouw die anoniem wenst te blijven. Kusma Tebole, meneer Mahinder. Ja, wel heel dank voor deze dingen wat ik heb gekregen. Wat gaat die mensen zegenen? Oh, okay. Dat is... Yes, is goed. Dank u wel, meneer Mahinder. Ja. Okay. Wij doneren ook aan mevrouw Mina Kumari en mevrouw Mina krijgt van mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati een levensmiddelenpakket en een zak rijst. En mevrouw Asha Jumrati die doneert ter ere van haar man Gula Mohammed Jumrati. Dat is dan de donatie namens de familie Lal Mohammed en Jumrati. En omdat er nog gaat om meerdere personen hier in het huis, hebben we een extra zak rijst gedoneerd. En dat komt van mevrouw Sharda Nageser en gezin uit Rotterdam, Nederland. Mevrouw Sharda is 50 jaar geworden op 6 juli en heeft gemeend dan wat mensen te gedenken. Meneer Suruj Persat Hira uit Den Haag, Nederland, doneert namens zijn echtgenote Bidyawati Hira Bihari Suruj Persat Hira een bedrag van 1000 SRD alstublieft. Als ik mevrouw Jonathan naam namange he, u deel ze betaal, op gaat ik envelop alsjeblieft. Ja, kusmate bolle donateurske. Ja, bouw dan wat bij tolke bijen. आज तो लोग कुछ मदद कर ले बात है बहुत धन्यवाद ऐसे कर तो लोग जोरे जार बनाए रहे भगवान ऐसे कह रही बहन लोगों अब के हम लोग जो दुखिया के है हम लोग के उससे वो सरकार कर ले बात है बहन ऐसे कह रही. Meneer Ganga Basdeel krijgt er ook een van de pakketten van mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati. En mevrouw Asha Jumrati die doneert ter ere van haar man Gula Mohammed Jumrati. Dat is dan de levensmiddelenpakket en de zakrijst zoals u dat hier ziet. Verder krijgt meneer Ganga Bisoen van Dhanmati Somai Binda die op 30 juni 73 jaar is geworden. Dhanmati Somai Binda, 30 juni, 73 jaar. Ik envelop met 400 SRD, alstublieft. R.I. Pathaise, meneer Divano Weerwind, Zeist, Nederland. Op gaat ik envelop. En meneer Divano Weerwind heeft ons gevraagd om het vooral te doneren aan mensen met een amputatie of in een rolstoel of heel zieke mensen. En u ziet de situatie bij meneer Ganga Bisoen. Kusma Tebole, donateur Ganga Basdeel. Kusma Tebole, meneer Ganga Basdeel. Ik denk dat ik een mevrouw heb, een meneer heb. Toch? Ik heb een heel dankbaar. Je pijsak ik een deze heb. En een pakket heb. Een pakket plastic heb. Een chauwer heb. Een heel dankbaar. En apart, mutta me zeggen, we hebben een deze heb. कि तुम भी अपन भोजन अपन पेट ख्याल करो ए भगवान तुने कैसे भगवान मनाए रहे मफरो और हेयर तुम सदा ऐसे रहो दैट इज डन द थैंक्सगिविंग फ्रॉम मेनर
Ganga Basudeo, heel erg tevreden. Vraag de Almachtige om deze mensen dan ook de alle genade te geven. Hij bedankt ze voor de donaties van geld voor levensmiddelen. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yipide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. We bedanken en feliciteren mevrouw Sharda Nageser en gezin voor hun donatie. Het gaat hier om mevrouw Sharda Nageser en gezin uit Rotterdam, Nederland. En mevrouw Sharda is eveneens jarig, 50 jaar, op 6 juli is ze geworden. Wij feliciteren haar en wensen haar ook heel veel geluk en gezondheid toe. We bedanken mevrouw Mina Lal Mohammed en mevrouw Asha Jumrati die eveneens levensmiddelenpakketten hebben gedoneerd. En het gaat hier om een gezin uit Nederland. En zij hebben gedoneerd ter ere van de heer Gula Mohammed Jumrati. Wij bedanken verder mevrouw Natasha en kinderen uit Nederland. Zij hebben eveneens levensmiddelenpakketten gedoneerd. En de kinderen zijn mevrouw Chanelle en mevrouw Jennifer en kinderen. Wij bedanken verder RM, wenst anoniem te blijven voor zijn ventilator. Wij bedanken Jules van Groep voor zijn zakken rijst die zij hebben gedoneerd. En we bedanken marktmeester Gautam Dhanai. Wenst u in contact te treden met Stichting Yipide? Dan kunt u ons bereiken op de volgende telefoonnummers. 857-4x37, 857-3x47. En of 87-4x93, 87-4x93. Of op het kantoornummer 43-99-23. Of u loopt er persoonlijk langs aan de Kokobiakoweg nummer 48. Of u kunt doneren via een van de bankrekeningnummers welke u hier in beeld ziet. Het is een euro, US dollar en SRD bankrekening bij de Hagerin Bank. We bedanken voor zij die reeds hiervan gebruik maken en doneren. En zij die dus dat willen doen, kunnen alle informatie hier onderaan vinden. Wij bedanken ook alle anderen die financiële middelen hebben gedoneerd. De welbekende enveloppes waarmee wij gezinnen blij hebben gemaakt. Wij bedanken van hieruit cameraman Raj Mahangu, Sunny Rambali voor de editing. Wij bedanken de directie, Kenneth, Marijke en Kavish Rambali voor hun ondersteuning en zegen aan Stichting TBN Yipide. We bedanken de dames van de administratie voor hun ondersteuning naar de stichting toe. Alle anderen die op welke wijze de stichting blijven gedenken en de stichting ondersteunen. U, de kijkers en luisteraars thuis, bedankt.